De cirkel lijkt rond. Een jaar geleden rond deze tijd, bij het sluiten van de horeca, sloeg hier op deze rotonde de vlam in de pan. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Verwijdert u onmiddellijk, anders wordt u aangehouden. En nu is het dus weer zover. Sinds zaterdag sluit om 8 uur de horeca en is het hier vol knallen. De gemeente is zaterdagnacht begonnen met de schoonmaak. Maar maandagmiddag worden nog de laatste restjes opgeruimd. Vuurwerk, glas, heel veel glas tegenover op de rotonde nu hier. En zoals van de zaterdagavond ligt er ook heel veel glas. Dat hebben ze nu opgeruimd, de gemeente heeft het opgeruimd zaterdagavond om 3 uur 's nachts aan het werk geweest hier. Eigenlijk heel veel jongeren die willen graag naar de kroeg, graag gaan even stappen. En nu moet alles dichtgegooid worden. Maar rond deze rotonde wonen ook mensen. Hoe is dat voor hen? De meeste mensen die we spraken wilden niet reageren op camera. De een gaf aan het eigenlijk wel mooi te vinden, al dat vuurwerk voor de deur. Terwijl de ander zei elke avond bang te zijn. Bang voor het sneuvelen van de ruiten, de auto en andere bezittingen. En over één ding was vrijwel iedereen het eens. Dat harde vuurwerk, dat is maar niks. Niet zo leuk. En waarom niet? Omdat dat super hard is. En dan wordt hij wakker. Ja, wat mij opvalt, de rotonde gaat wel in de fik, maar alles hieromheen laten ze met rust. De politie is er wel, maar die laat ze ook een beetje hun gang gaan. En op een gegeven moment wordt er gezegd van, het is nu wel klaar. En dan is het ook klaar. Maar onder de reacties is ook begrip. Het zouden immers maar qua jongensstreken zijn. Hoe dan ook, men denkt hier dat het nog wel even gaat duren. Of zoals een van de bewoners zei, op Urk heb je soms een piekje en dan is het weer voorbij.